Het schoolplein van basisschool Het Startblok in Elst was dinsdagmiddag helemaal gevuld met alle leerlingen. Het is namelijk de week van de gezonde jeugd en samen met Over Betuwe Beweegt is deze school een van de vele scholen die meedoet aan de actie The Daily Mile. Aan het woord is coördinator Trudy Wolters. Wij zijn Over Betuwe Beweegt, zorgen ervoor eigenlijk dat de hele gemeente in beweging komt. En deze actie is een actie voor de week van de gezonde jeugd. En we hebben Erben Wennemars erbij kunnen halen. Die is ambassadeur vanuit JOG, een jongen op gezond gewicht. En die draagt de Daily Mile uit. Dus die heeft echt met ons meegelopen naar drie basisscholen, nu in Elst. En gisteren zijn we samen met onze wethouder en Berry Bakker van Stap voor Stap, de directeur. En ik zijn we naar vier andere scholen in de Over Betuwe geweest. Dus toen hebben we een ronde gerend van 28 kilometer. En dan hebben we vier scholen aangedaan en ook de Daily Mile in werking gezet. In een kwartier tijd lopen alle leerlingen een aantal rondjes om de school. Je merkt, de kinderen worden fitter. Ze vinden het zelf heel leuk om te bewegen. En het is ook heel goed voor de concentratie. Dus je haalt ze gewoon een heleboel momenten uit de klas om een kwartier te gaan rennen. En het is eigenlijk voor alle leerkrachten is dit haalbaar om te gaan doen. Ja, de leerkrachten kunnen ook meelopen, maar kinderen kunnen zelf lopen. En ze zijn gewoon heel even eruit. En ze nemen de informatie van het leren gewoon weer beter op. Dus dat heeft zeker zin. Het is voor de kinderen een goede manier om elke dag iets aan sport te doen. De leerlingen vinden het heel leuk. We hebben gisteren al heel veel positieve reacties gekregen van de scholen en van de leerlingen. En nu ook van de scholen die vandaag mee hebben gelopen. Dus alleen maar positief eigenlijk. Dat is wel heel fijn. Ja.